wedstrijden gehouden worden. Crosby vertrekt. Doet dat heel snel. Milburg kon niet goed wegkomen en moest zelfs Bellington voorlaten. Maar dat was maar voor een vijftigtal meters. Aan de leiding, Barry Sheen. Hij moest het gaan waarmaken. Voor zijn thuispubliek heeft dit jaar nog niet van die geweldige prestaties neergezet. Terwijl hij toch over een goede machine beschikt van het fabrieksteam van Yamaha. Crosby op een tweede plaats. Sheen dus op een eerste. En dan dat hele veld snelle broeders die in de eerste kilometers moesten gaan uitmaken wie er als eerste naar binnen ging. U zag door het beeld schuiven, Randy Mamola. Vorig jaar nog nummer 2 van de wereld. Nu uiterst teleurstellend en ook hier op Donington Park al heel snel op het gezicht. Sheen, Crosby en Roberts. En dan Jack Middleburg. Op een vierde plaats. Hij kon er aardig bij blijven. Terwijl hij, zoals gezegd, nog niet zijn fabrieksmachine heeft. Maar met een semi-fabriek Suzuki moet doen. Dat is Mamola. Crosby heeft inmiddels de kop van Sheen afgenomen. En datzelfde doet Kenny Roberts. In één keer doorstoten, dat is zijn grote kracht. En let u vooral op de verschrikkelijk brede achterband die er onder die fabrieksmachine van Roberts zit. Maar liefst 20 centimeter rubber. En dat is voor motorfietsen een ongekende breedte. Crosby, hij geeft niet op. Pakt de eerste plaats terug en Sheen gaat mee in het spoor. Voor Roberts en voor Middleburg. Want zolang ze voor hem blijven vechten, kan Middleburg het heel aardig bijhouden. Vermogen komt hij tekort, maar lef heeft hij, en dat wisten we allemaal, meer dan genoeg. Middleburg pakt de derde plaats. Voor Sheen. Terwijl Crosby en Roberts stuivertje wisselen om die eerste positie in de eerste heat, 26 ronden lang, op dat hele fraaie circuit van ex-aannemer Tom Wethcroft, die zelfs daar zijn eigen Donington Collection, zijn museum, heeft. Dat was even in beeld Cal Carruthers, vroeger zelf wereldkampioen, terwijl we kijken naar Middleburg. Sheen en Bellington vechtend om een derde, vierde en vijfde plaats. Crosby en Roberts zijn los. En zie dat heen en weer waggelen van die zware motorfiets. De V4 is wat zwaarder dan de andere fietsen in dit gezelschap. En met name het rubber van de achterband heeft daardoor zeer veel te lijden. Crosby pakt de kop terug. Middleburg eenzaam en alleen. Tussen die twee groepen op een knappe derde plaats. Sheen kon er in ieder geval niet bij komen. Het is verrassend wat de huidige generatie 500 coureurs kan doen met zo'n machine. Let u op dat waggelen van het frame van Kenny Roberts. Want ook bij die 500cc motorfietsen is het rubber van de banden van groot belang, zo niet het grootste belang, om een wedstrijd in je voordeel te beslissen. Een hele wijde lijn voor Roberts om het rubber van de achterband te koelen, terwijl Randy Mamola daar handtekeningen uitdeelt. Ook Boet van Dulmen was er al gauw uit. Hij schrok, zoals hij zelf zei, van de klapper van Mamola. Maar ik heb toch het vermoeden dat hij stopte om zijn materiaal te sparen. Het is een hele trieste vertoning bij Boet van Dulmen. Geen zuigers, geen cilinders. Met een slechtlopende en langzame Kajiva zou dat voor Assen wel eens een hele teleurstellende zaak kunnen zijn. Crosby aan de leiding. Met Roberts. Stuivertje wisselen tot in de allerlaatste ronden. Terwijl Roberts nu achterom kijkt. Hoe ver is Middleburg West? Dat was op dat moment 7 seconden. Hij had van hem niets te duchten. En toen leek het alsof Roberts besloot om maar lekker op die tweede plaats te blijven zitten. De achterband was dermate warm geworden dat je dan je vermogen niet op straat kan krijgen. Crosby op het achterwiel, want het lijken wel crossers, als eerste in die eerste marge over de finish. Roberts wordt tweede. Middleburg keurig als derde over de finish. En vlak voor de start van de tweede marge ziet u hier een onderonsje tussen Barry Sheen en Kenny Roberts. De grote grap, maar je moet wel voorop rijden. En dat is Sheen tot op heden nog niet gelukt. Start van die tweede marge. En als een raket, Jack Middleburg. Op de semi-fabrieksfiets, dus dat wordt wat volgende week als hij echt fabrieksmateriaal heeft. Bellington tweede, Sheen derde en Roberts vierde. Dan pas Crosby. En zo gaan ze op weg naar de lange snelle rechterbocht in de richting van de chicane. Middleburg met nummer 4. Bellington met nummer 8. Crosby met nummer 3.
En dan lijkt het erop alsof Middelburg het heft in handen neemt. Maar u zag dat. Dan gaat hij iets te ver. Maar hield de machine keurig op de baan. Dan toch tamelijk panisch achterom kijken. Want het is geen fijne zaak om op een eerste plaats te zitten met een motorfiets waarvan je weet dat die niet snel genoeg is. En dan zo'n heel veld, hele rappe bazen achter je. Kenny Roberts, tweevoudig wereldkampioen in de aanval en pakt de leiding over van Jack Middelburg. Middelburg probeert nog binnendoor, maar dat lukt hem niet. Hij weet dat Roberts maar liefst zo'n 20 paardenkrachten meer heeft. Ook Crosby kan er voorbij. Crosby naar een tweede plaats. Middelburg in derde positie. Zo'n 140 pk heeft Kenny Roberts in deze V4 Yamaha zitten. En met zo'n 120 kilo gewicht van de machine betekent dat meer dan 1 paardenkracht per kilo. En dat is nogal wat. Crosby, hij pakt de kop. Doet dat zeer gedecideerd zoals we hem dit seizoen al een aantal malen tekeer hebben zien gaan. Met name in de 200 mijlen van Imola. Franco Uncini, voorbij Roberts. Want Uncini, die tezamen met Roberts de stand op het wereldkampioenschap aanvoert. Beide hebben ze tenslotte 48 punten. Was er zeer op gebrand om te laten zien dat hij in die tweede manche best wat beter mee zou kunnen komen dan in de eerste. Ook hij kijkt achterom in zijn jacht op Crosby. Crosby op de Yamaha van het team van Agostini. Zelf veelvuldig wereldkampioen. En Uncini pakt de kop. Heel knap voor de jonge Italiaan. Die zeker ook in Assen kanshebber is. De leider in de stand om het wereldkampioenschap. En daar het schuiven van de machine van Crosby. Hij blokkeert het achterwiel en dan ga je rechtuit de veilige zandbak van Tom Redcroft in. Om er dan wel uit te komen, maar in ieder geval in die tweede manche niet meer naar een eervolle plaats te rijden. Uncini dus, eenzaam en alleen aan de kop op die tweede manche voor Roberts en voor Middelburg. En hij moest 12 seconden pakken. En daar een fantastische correctie van Middelburg. De machine schoof weg. Hij ging staan. Even aan het remmetje tikken. En u ziet het. Weinig achterstand op Roberts. Roberts die inmiddels de achterband goed had laten afkoelen. En daarmee een tweede plaats in beslag nam. Net voor Jack Middelburg. 12 seconden voorsprong moest Franco Uncini hebben om de hele wedstrijd te winnen, want de tijden van de beide manches werden bij elkaar opgeteld. Daar nog een schuivertje van Roberts en daarvan maakt Middelburg dankbaar gebruik om binnen door te komen. U zag het been naar buiten, dat was niet om te steunen, maar dat was om Middelburg aan te geven dat hij er ook daadwerkelijk zonder problemen voorbij zou kunnen. Maar dan, Middelburg op een tweede plaats. Kenny Roberts op je achterwiel. Hij heeft het al eens vaker meegemaakt, maar je moet echt van goede huizen komen en vooral een bijzonder goede motorfiets hebben. En zover is Middelburg eenvoudigweg nog niet. Daar gaat hij, onderuit. Exit Jack Middelburg. Voor de zoveelste maal gaat Jumping Jack op het gezicht. Maar hij maakte een goede schuiver. En dat betekent dat er weinig beschadigd is en Middelburg redelijk probleemloos naar Assen kan gaan. Dat betekende in ieder geval opgave van de tweede plaats, die wel zeker naar Kenny Roberts ging. Want Uncini kon hij niet meer achterhalen. Uncini won dan ook in de wedstrijd hier op Donington Park het totaalklassement voor deze man, Kenny Roberts, op zijn V4 Yamaha en voor zijn teamgenoot Barry Sheen. Sheen dus derde, Kirk Bellington werd vierde, Marc Fontan, de jonge Fransman, werd vijfde en Steve Parrish, de Engelsman, eindigde op een zesde plaats in de totaalstand.